Soldaten, dit is Team of the Year Cancelo, omringd door 10 bronzen. Aan het einde van de video heb ik dit team, want bij iedere goal van de Portugese linksback mag ik 1 upgrade aan het team doen. Maar eerst een 1 van 3 jaaroverzichten player pick en dat klinkt verwarrend. Het houdt simpelweg in dat hier allemaal SBC spelers in zitten die uit zijn gekomen voor 31 december. Ik klik op kruisje. Hand voor de ogen. De kans is best wel aanwezig dat ik 3 dubbele krijg, want ik doe nu eenmaal heel veel SBC's. Nou ja, deze ja. In theorie is dit geen dubbele, want ik heb de andere versie van de 2. Dit waren destijds 2 en Nkunku's. En ik koos degene met het witte shirt uit. Oké, volgende speler is... Nou, die heb ik dus al aan de laatste. Ja, heb ik ook al. Gewoon een 85 reden team ingeleverd voor... saus. Toch is het nog niet gedaan met ik die op zoek ga naar geluk, want ook nog een 84 plus player pick. Speler 1 is Inform Otavio niet eens zo slecht eigenlijk. Speler 2 binnen de 84 plus player pick is Dini en de laatste is Maguire. Dan pakken we lekker die Inform Portugees. En over Portugezen gesproken, laat ik snel het team erbij pakken. Ik heb serieus nog wat coins uit moeten geven om al die rare bronzen te kopen. Ik ga wel nog een andere opstelling pakken, maar alleen zo kreeg ik al die rare bronzen er een beetje in. Anders moest ik ook weer naar non-rare. Nou ja, oké, het maakt niet uit. Maar goed, dit is het. Met Cancelo als linksachter op linksmidden. Hij is first owner. Mocht je mijn reactie nog willen zien, bekijk de vorige video even. Hij gaat in een 4-1-2-1-2 tussen haakjes 2 in de spits fungeren. 5-star weak foot. 4-star skills, hoog normaal. Ja, weet je, de pace is goed. Pasen kan niet, dribbelen kan niet. Dus ondanks dat hij linksback is, verwacht ik vrij makkelijk goals te kunnen maken. Maar het grootste probleem zal hem zitten in wat je hier allemaal ziet. Al die bronzen. Want Cancelo kan voetballen. Nou, de rest niet. Naast Cancelo staat in de spits João Silva. En die heeft een 2-star Baba Fernandes. Bekend als Baba Fernandes. Het is een beest hoor. Je ziet toch gewoon die blik in zijn ogen. Komt de kans aan, ja. Flashback Icardi, 1-0 achter. Mbappé, ja. En die keeper, die kan er niks van. Brazao is dit. En Swetum, kom maar. Oh, buitenspel. Ik zat al klaar. Rainbow Flick. Ja. En door. 3 tegen 2. Cancelo. Hij rent door. Cancelo nog steeds. Kans. Ja. Weet je. Natuurlijk heeft hij door dat ik niet kan passen. Voorzet. Nee, niet op hem. Dat is de verkeerde. Het is de verkeerde. Pas. Nee. Au. Nu. Zwet hem. Pas. Waarom pas je niet, jongen? Nou ja. Kom op, man. Rood ook nog. Ja. Prima. Baba Fernandes. Cancelo. Vanaf de aftrap. Rent. Voorbij aan iedereen. Cancelo voor de eerste upgrade. Cancelo! Nou, oh, altijd Kimpembe. Oh mijn god. Ja, hij scoort normaal. Nou, leuk. Met Casemiro trouwens. Wat zie ik? Brazao naar Cancelo. Oh mijn god. Als ik deze toch mis. Komt hij? Cancelo? Oh, dit is echt zo ongelooflijk. Ja, 2-0. Nou, 1 kans voor de rust. Prima doorpas. Komt hij aan? Oh mijn god. Plopje. Ja, en nu mis ik niet. De allereerste upgrade voor het team is binnen. Danny Motta. Geen buitenspel. Geen buitenspel. Cancelo. Oh, oh my god, zeg. Danny Motta, prachtig assist. En Cancelo scoort zijn tweede. We staan ook gelijk in deze wedstrijd. Vanaf nu ben ik gewoon echt niet meer te stoppen. Cancelo is los. Volgende kans. Is hij weer? Cancelo. En hij maakt zijn derde. Komt de kans aan. Oh, Hazard 3-3. Vanuit hier wordt het leuk. Ik ga de opstelling van 5-4-1 omdraaien. Soort van naar 4-5-1. Ik zou het liefste wel een soort van hybrid maken met, ja, gewoon een beetje verschillende competities. Dus ik moet Cancelo nu gaan linken met in ieder geval een paar Premier League jongens. Ik ga op linksback even kijken wat ik allemaal in de aanbieding heb. Oh, nou, Leen, Reguilon of dan Shaw. Nou, dan lijkt het me duidelijk. Honorable mentions, Luke Shaw. Uit de objectives gaat zijn debuut maken. Hij is niet slecht, maar ook niet super goed. Leen gaat een beetje laag, versnelling kon hoger. Baba Fernandes laat ik staan, want hij is gewoon een legend. Heb ik de keuze uit, nou, als je gaat kijken in de Premier League, 2 special cards van United. Dat kan er uiteraard maar 1 zijn. Veel, nee, natuurlijk niet. Deze Varaan kostte mij de hele vorige video om vrij te spelen. Veel packs geopend. En daarmee kon ik zijn SBC doen. Hij is super sterk. Een geweldige centerback. En op deze manier staat het achterin ook iets steviger. Varaan en Baba Fernandes. Nog 1 upgrade te gaan. En ja, een RVV op Cam is niet heel best. Dus ik ga dit zo draaien. En dan heb ik een Cam nodig die uit Portugal
komt of de Premier League, zolang die maar linkt, dan moet het Bernardo Silva zijn, 90 credits. Hij is een gem, hij geeft een perfect link. Geen weak foot, wel skill moves, hoog hoog, pace is mooi. Ja, hij kan schieten, passen, dribbel zorg goed, 99 stamina, wat Cancelo ook heeft. Dus we gaan al een beetje de goede kant op. Cancelo in de rebound. Weer niet. Ik moet terug. Cancelo raak. Come on. Hij is erin. Na 10 minuten weer een upgrade. En heel het team wordt gek. Ja. Die poeiert Cruyff er even in. Nou. Ja. Oké, Cruyff die kan wel voetballen. Dalglish en nou ja. 3-1. Cancelo. Weg van 1. Weg van 2. Kom. Ja. Ik moet hem scoren. Voor de tweede upgrade van de wedstrijd. Cancelo scoort. Yes. Ik moet even slim met mijn upgrades omgaan. Als eerste denk ik hier een nieuwe speler neer te willen gaan zetten. Die battle op het middenveld, die verloor ik telkens. Dus even, als ik iets van een krachtpatser kan vinden, zou dat mij kunnen helpen. Capoue heeft wel strength, maar die is moeilijk met linken. Oh, trouwens, waarom ga ik niet gewoon voor een soldaat die ik goed ken? El Patron. Ik pak gewoon Juan Sebastian Verón. Ook al heb ik hem, hoe vaak gebruikt? 515 keer eerder. Leuk om nieuwe jongens de kans te geven, zoals Shaw en Varaan. Maar Verón, die linkt en daarmee kan ik eventjes dus de rest ook goed vormgeven. We gaan Verón gebruiken. Hij kan in ieder geval passen. Hij is de link tussen de verdediging en de aanval. En dan nog één upgrade. Moet een spits zijn, want nou, deze man, ja, met zijn 2-star, voorin combineren had geen zin. Laat ik dan wel proberen om hier een soort van nieuwe man de kans te geven die ik niet eerder heb gebruikt. Ja, Vlahovic, Pato, Morata zaten allemaal al in eerdere video's. En van die eerste pagina Kane ook. Giroud, dat zou kunnen, maar die linkt voor geen meter. Ja joh, boeien. We gaan Olivier Giroud Player Moments gebruiken. Voor echt de allereerste keer. Hij is een SBC die, ja, onder de 100k kost. Weakfoot heeft hij niet. Maar 1,93 meter. Hij is de kapstok voorin. Al die ballen gewoon erin pompen. Hij vangt ze wel op. En dan afgeven aan Cancelo. Want zijn paas is niet eens slecht. 95 kracht en nog een goed schot. Insigne. En binnen 3 minuten 1-0 achter. Cancelo. Het liefste doet hij alles zelf. Cancelo. Boom. Oh, nou, geen slechte poging. En 2-0. Ja, nou. Oké. Klopje. Oh, wat een bal. Kom, gaan. Cancelo. 1-1. Chipped hem en... Oh, nee. Dit wilde hij. Maar ik geef niet op. Dat hoort een soldaat überhaupt nooit te doen. Cancelo, gaan we weer. Hey, schuis. Kijken we mee. Cancelo. Penalty. Tuurlijk. Boom. Kijk. Nu trapt hij erin. Niet links, niet rechts. Gewoon door het midden. No, ja, Mendes deed zijn best, maar het is 3-1. Oké, Cancelo mag ver komen. Cancelo naar binnen. Uithalen. Nee, hij mist hem. Jordão ziet Cancelo vrij snel naar binnen. Cancelo, kijk. Ik sta met 3 goals verschil achter. Ik ben overklast. Maar ik heb wel weer een upgrade te pakken. Come on. Giroud, die speelde echt als, ja, een natte krant. Zijn 4 chemistry heeft hem niet geholpen. Ik moet hier een speler vinden die gewoon chemistry geeft en mij aanvallend nog wat meer kan bieden. Junior Messias, misschien. Op zich, hij heeft 5-star skills en een groene link naar Giroud. Maar ik voel hem gewoon niet helemaal voor dit elftal. Ook Simeone geeft een link, maar weet je, hij heeft een 3-star. En als er één ding is wat ik zo irritant vind bij aanvallers, nou, jij mag hem afmaken die zin. Dan hier, Saniolo, zelfde verhaal, 3-star. Orsolini, nou ja, ik had hem gekozen als er geen Raspadori was geweest. Want dit vind ik eigenlijk wel leuk. Hij is net uit Player of the Month met een 5-star weakfoot, hooglaag workrates. Kan ik weer een speler zijn debuut gaan gunnen? Nou, de stats zijn aardig. 95 balans. Heb ik nog een upgrade? En laat ik maar meteen een beetje die aanval verder versterken. Ik heb bijzonder weinig rechtsmidden special cards in de club zitten. Maar 1 is genoeg. En eigenlijk valt mijn oog meteen op verder. Wat ook nog een vrij recent kaartje is. Dus met de nieuwe kaarten gaat het goed. Een groene link naar Raspadori. En hij heeft 5-star skills. 1,68 meter. Geweldige lenigheid. Super hoge balans. Hij kan schieten. Zijn schoten zijn ook raketten met die 96 shot power. Oh, verder. Net op tijd, want hij kreeg een flinke tik te verwerken. Giroud, goede bal. Boom. Oh, wat? Ja, 1-0 achter. Jesus ramt binnen. Komt hij aan, Cancelo. Kijk, meteen teruggestoot. Giroud, voorzet is goed. Wow. Oh, hij schiet hem in de kruising. Jesus, Raspadori. Naar Cancelo. Op het bovenbeen, Cancelo. We gaan heen.
Cancelo. Oh, had een mooie goal kunnen zijn. Komt hij aan, Cancelo. Cancelo. Ik sta ultra aanvallend en het heeft succes. Want daar is de eerste van de twee die ik nog nodig had. 3-2 achter. Ja, als ik nog maar één Cancelo goal kan krijgen, daar gaat het om. Haal die bal weg. Varaan, je kost een miljoen. Eén kans, één moment voor de Portugese linksback. Misschien wel nu. Het is zo druk. Cancelo. Alsjeblieft, alsjeblieft. Cancelo. Oh, oh, oh. Kom. Nee. Dit is geen Cancelo. Oh, ik score met Bernardo. Gaan, gaan, gaan. Cancelo. Cancelo. Rebound. Yes, yes, yes. Eindelijk. We gaan nog drie laatste upgrades toevoegen aan het team. Want weer een hat-trick van Cancelo. Ciao Cancelo. Ik kan eindelijk naar bed toe. Kun je aan mijn ogen zien hoe moe ik ben? Echt, jongen. Ik wou. Op rechtsback ga ik even kijken wat er allemaal in de club zit. We hebben, ja, misschien wel leuk test dan. 4-ster, hoog normaal. Een beetje een Nederlands tintje bij Barcelona. Serieus goede kaart. Pace nagenoeg perfect. Lenigheid heel hoog. 95, 98 stamina. Des, die moet dan gelinkt worden met een La Liga speler of een icon. Want Amerikanen, die zijn vaak niet zo goed in het voetbal. Laat ik hier dan voor Showdown Piqué gaan. 88 rated. Geeft een groene link. Helaas heeft hij toen geen upgrade gepakt. Zule wel. Deze kaart toch 164 keer gebruikt. 1,94 meter pace. Prima. Goeie kracht. Goeie verdedigende stats. Dan als allerlaatste nog een keeper. Oh, dit zijn letterlijk al mijn keepers. Ja, alle gouden kaarten heb ik in upgrades gestopt. Bijlo is geen Spanjaard. Dus die link niet naar Piqué. Tjech, weet je, kan mij het schelen. Hier heb je uiteindelijk het eindteam. Ik ga er geen potje meer mee spelen, want er valt simpelweg niks meer te upgraden. Vond je deze video leuk? Dan weet ik zeker dat je deze hier ook wat vindt. Want hierin open ik packs tot ik Flashback Varaan kan voltooien. Dus klik hier. Dankjewel en tot de volgende. Houdoe, hè.